Kaarslicht, kunst, muziek en Betty, dat is Café Rococo. En daarom is het café uit de Corduanierstraat ook een strafcafé. Auteur Bruno Looks ging op zoek naar de 100 strafste cafés van Vlaanderen en schreef er een boek over. Strafcafé is vooral een bijzondere locatie of daar waar men binnenkomt en zegt van dit moet ik toch wel eens aan mijn familie of mijn vrienden of morgen 8 uur op het werk, het eerste ding dat ik doe, dan moet ik zeggen, dat moeten ze gezien hebben. Dat is een strafcafé. Café Rococo is een plaats waar kunstenaars, muzici en creatievelingen graag vertoeven, omdat ze rust en inspiratie vinden. Het koor El Grillo bijvoorbeeld komt er graag iets drinken na de repetitie. Uitbaatster Betty houdt de Rococo al 21 jaar open. Hier geen personeel. Betty is uw gastvrouw. Het is hier echt om een keer alles van u te zetten en te genieten van de sfeer, van de open aard. Of een beetje poëzie, of een beetje muziek, of een aangenaam gesprek. Of gewoon alleen zitten staren, al is het naar de molures of naar de kaarsjes. Hier vliegt de tijd. Café Rococo gaat open vanaf 10 uur 's avonds tot de vroege ochtend. Ook dat is straf. Witte, ja. Witte, ja. Witte, ja. Witte, ja. Witte, ja.